We zijn vandaag bij KNRM Katwijk. We zijn hier voor een demonstratie samen met AirHub en Droneland van een DJI Dock. KNRM is een vrijwilligersorganisatie die mensen die op zee of op het grote water in nood zijn probeert te redden. Zowel met boten als met de kusthulpverleningsvoertuigen. Op dit moment zijn we bezig met een proefproject met Mavic Enterprises die gelanceerd worden vanaf kusthulpverleningsvoertuigen en dan door piloten worden bestuurd. De grootste uitdaging is dat het niet continu kan vliegen, plus niet autonoom goed inzetbaar is. De DJI Dock lijkt een gat te vullen, waardoor de notice time, wij doen 10 minuten erover om het strand op te zijn, uitgesloten kan worden door direct gelanceerd te kunnen worden. Op het moment dat er een melding komt, kan een DJI-dock bijdragen aan het redden van levens door direct naar de melding toe te kunnen vliegen, waardoor het zoekgebied veel kleiner wordt.